Zaterdag 2 juni vond in de paviljoen Choices de finale plaats van de nationale beroepenwedstrijd tuinaanleg voor ROC-studenten. Hier zijn vier teams van twee jongens die zijn hier tuin aan het aanleggen en die strijden voor het Nederlands kampioenschap tuinaanleg. Wie is de beste hovenier van Nederland? Het zijn allemaal studenten dus, zoals ik al zei, tot en met 22 jaar. En ze zitten allemaal op agrarische opleidingscentra in het land. Dus echt een landelijke wedstrijd. Ze hebben namelijk al een aantal weken voordat de wedstrijden waren het ontwerp gekregen. En dus ze hebben al het voorwerk kunnen doen op scholen en op stagebedrijven. En nu moesten ze het tot uiting brengen, zeg maar. Tevreden hier in ieder geval over het resultaat? Zeker, zeker. Ze hebben echt heel knap werk geleverd. Alle deelnemers, zeker. De winnaar! AOC! Ja, de jury heeft de tuin allemaal beoordeeld en daaruit is gebleken dat wij de meeste punten hebben behaald. Was wel, gelukkig wel. Ja. Waarom hebben jullie de meeste punten behaald dan? Omdat wij het beste resultaat hebben neergezet tot nu toe. Er was gekeken naar de kwaliteit van de tuin, alles wat met meetpunten beoordeeld. En daarin hebben wij met een halve punt ongeveer gewonnen. En nu? Klein feestje nog? Ja, klein feestje. Ik moet nog rijden. Hij mag zich dik zoeken.